when we are together, together in our motorhome, the beard. Hey, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video van onze campertrip. We hebben vanmorgen besloten, nadat mijn broer met zijn dochtertje weer richting huis is gereden, hebben wij besloten om ook weer een stukje door te rijden. En we zijn uiteindelijk na enkele stops terechtgekomen in Bellicourt. We staan hier op een vrije plek. Achter me zie je de zon mooi ondergaan. Lekker rustig plekje. Daar staat mijn andere broertje. En daar onder de bomen aan de picknicktafeltjes zit de rest inmiddels allemaal lekker te eten. Goed, zoals ik al zei, is mijn andere broer vanmorgen weer richting huis gegaan met zijn dochtertje. Hebben wij ook besloten de motoren weer te starten. En nadat we een dag of zes bij Lac d'Oudère hebben gestaan, hebben we enkele stops gemaakt. Even een waterstop om het water weer aan te vullen. Even boodschappen gedaan. En nu zijn we uiteindelijk hier uitgekomen. Ik ga zo eerst even bij de rest aanschuiven. Gaan we lekker eten. En wat nog meer op de planning staat, is een mooie wandeling. Want je kunt hier prachtig wandelen. En wat ook wel weer bijzonder is, is het ondergrondse kanaal wat hier loopt. Dat zien jullie verderop in deze vlog alweer. Ik ga nu eerst even een hapje eten. Was het lekker? Ja. En wat hebben we gegeten? Lasagne met zalm erin. En komkommer. Lekker man. En hier zitten ze aan de pizza. Ja, neem maar gerust net een hap hoor. Eet smakelijk. Nou, we hebben heerlijk gegeten. Dus het is zo tijd voor de wandeling. Ingrid is even de boel aan het opruimen en de rest van de familie ook. Ik zal even nog wat meer van het plaatsje hier laten zien. Hier heb je twee camperplekjes. Je staat hier absoluut niet recht. Maar goed, dat nemen we even voor lief. Wij staan daar onderaan. Dan sta je toch ietsjes beter. Hier heb je gezellig een picknickplekje en daar maken we altijd dankbaar gebruik van. En je kan hier dan even wat rotzooi weggooien. En je vel water leeg, het toiletje kun je leeggooien. Het watertanken is helaas buiten bedrijf. Dus dat gaat niet. Maar verder is prima plekje zo. Het is inmiddels al wel wat later. De zon is inmiddels onder en de maan staat alweer hoog in de lucht. Maar goed, er zaten even wat dingetjes, een paar kleine dingetjes tegen die ik even heb opgelost. Niks belangrijks. Maar we gaan toch nog even een stukje wandelen, want we zijn wel een beetje nieuwsgierig naar dat ondergrondse kanaal. Ja. Geen idee wat ik me erbij voor moet stellen, maar we gaan het zien. Nou, wat is dat voor spannend? Is die open? Ja. Echt waar? Ja, gewoon. Oh, dat vind ik gelijk al heel spannend. Ja, ik hou er echt aan. Ben jij hierin? Nee. Echt niet? Ik heb een foto van het buurtje gemaakt. Dat om jullie even te laten zien. Hé hey jongens, wachten jullie. Papa is bang in het donker. Er zit hier fucking veel spinnenwebben. Hoeveel? Gewoon fucking veel. Fucking veel, oké. Oh, je moet niet claustrofobisch zijn. Ik zal iets zachter praten, want anders gaat de audio ook heel hard. Het is hier dan. Oh, hier moeten we vanavond om 12 uur even terugkomen, jongens. Spannende verhalen maken. Het wordt een hele spannende vlog. Ja, ik heb wel iets. Kijk, is de eerste vleermuis in zijn spot? Echt niet. Voor mij heb ik inmiddels een haarnetje en ik heb allemaal spinnenwebben in mijn haar. Hier bij de rechter, papa. Au, ik zie niks, Lars, kom! Ik wil kijken wat er bij de rechter is. Oh, ik loop er even boven. Hey, vriend, ik zie niks. Stel, kijk, hier komen. Hey, vriend, hey, vriend. Hiernaast, hoe klein ze waren, hè? Oh, ik had schone voeten. En nu is het niet meer. Ja.
Hier beneden is het kanaal al. Ja, zie je al wat boten liggen. Oh, er liggen al wat boten, ja. Ja, heel apart, joh. Ik hoop dat de beelden een beetje nog goed zijn zo, want het is hier al behoorlijk aan het schemeren. Ik zal het nog proberen een beetje in beeld te brengen. Mooi verlicht ook er langs heen. Nou, zo heb je iets beter zicht op het kanaal. De boten zien nu niet meer liggen, maar moet je dus voorstellen om even indruk te geven. Dat kanaal loopt dus hier onder ons door. Daar ligt ook een boot. Maar ja, waar komt het weer uit dan? Want choppie. Daarachter die woningen staan ook onze campers. Daar ligt ook wel een boot. Ik vind het wel interessant. Bekijken. We gaan het eens verder. Ik dacht straks dat dit een boot was die nog in gebruik was, die hier lag, maar niets is minder waar. Deze is om te bezichtigen. Wow, kan je erop? Ja, hij is nu wel gesloten, denk ik, lieverd. Of nou, dat denk ik niet, dat weet ik zeker. Oh, je kan hier gewoon naar onderen. Maar normaal gesproken kun je hier de boot op. Nou, ik ga gauw weer terug naar de rest, want die loopt op beneden. Rowan, leg het eens even uit, jongen. Dat kun je als geen ander. Oké. Meester Rowan, ga naast het bord staan. Oh. Oké, je hebt hier het kanaal. Ja. En dan heb je hier een... kijk, dan kan je de bootjes uitschuiven. Zo, hey. En dan heb je hier de bootje gaat zo vroom, vroom, vroom. Ja. En dan heb je hier twee vrouwen die kaart aan het lezen van het... Van mijn tijd, van de 2020. Dat is jouw tijd. Oh ja. Die wereldoorlog. Oh, weet je, ja. Dat weet ik als het beste, weet je. Oh, ja. Ja, maar nu kan ik dat niet. Op je buik heb je natuurlijk een oude oorlogswond. Ja, klopt. Kijk, ik heb oorlogswond, ja. Volgens mij is dat gewoon van je recente operatie, koekenbakker. Ja. Nou, klopt. We gaan het eens verder bekijken. Want met jou hoor ik ook niet veel wijzen. Ah. Dat ziet er wel heel mooi uit zo. God, het is nu pas 9:30, maar moet je toch nagaan hoe mooi dit wandelen is als het echt donker is. Flash. Wel jammer van die drukke autoweg hiernaast. Oh, wacht even, kijk. Informatie. Eens even kijken, even snel. De tunnel van Riekval is een scheepvaarttunnel in het Franse departement Aisne in de gemeente Bellicourt. De tunnel verbindt het gehucht Riekval met Le Catelet en loopt niet alleen onder de dorpen Bellicourt en Bonny door, maar ook onder het Somme American Cemetery and Memorial. De tunnel is in gebruik genomen van 1810 tot 2010 en geïnaugureerd door Napoleon I. Zou dat deze schepen nog in gebruik zijn of liggen die er ook? Ik hoorde net iemand hoesten. Denk niet dat deze nog in gebruik zijn, of wel? Nee. Ik weet het eigenlijk niet. Die achterste zou natuurlijk wel heel goed kunnen, maar... Ja, zouden allemaal nog wat kunnen hoor. Boten kunnen heel altijd zien, maar volgens mij kunnen ze daarna heus nog wel varen. Ja, maar... Ja. Oh, kijk, hier staat ook nog weer wat... Moet ik weer uitleggen? Ja, de tunnel de Riekval. Even kijken. En... We zitten nu op Bellicourt en die tunnel zelf, even kijken of ik daar een lengte van kan ontdekken. We zijn 9,2 kilometer. Ja, we staan nu hier bij Bellicourt en hij gaat 8,5 kilometer naar Venduille. Hoor je dat? En naar Ledin. Tunnel de Tronquoy? 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 Oei. Tronquoy, denk ik. Ja, maar dit is natuurlijk veel makkelijker. Eerder Nederlands. Al in 1768 voorziet een eerste project erin om een tunnel van 13,7 kilometer aan te leggen tussen de, dan komt hij weer, Le Tronquoy et Venduille. Als bijna de gehele gang is gegraven, wordt het werk onderbroken. In 1801 start Napoleon het eerste het project opnieuw.
Uiteindelijk worden er 2 ondergrondse gangen gegraven. Eén van 1098 meter in Le Grand Coy. En één van 5670 meter in Bellicourt. Nou, wij staan nu bij diegene in Bellicourt. Het slepen van de boten werd eerst gedaan door 7 à 8 mannen. En er was 12 à 14 uur voor nodig om de onderaardse gang van de Riekval door te gaan. De mannen werden vervolgens vervangen door een sleper die werd aangedreven door 7 à 8 paarden. Daarna verscheen de stoomsleepboot. Deze werd vanwege rookvergiftiging vanaf 1906 geleidelijk aan vervangen door de elektrische sleepboot. En dat is nu deze, of niet? Sleepboot met een lier. Ja, zie je jongens. Ja, dat wat ik net al zei, dat is deze boot. Dus die is niet meer in gebruik. Nee. Maar dat is deze boot die hier ligt. Ja. Heel bijzonder weer om te zien zo. Heel mooi. Weer een stukje geschiedenis, jongens, jullie vakantie, hè? Ja. Wat? We gaan gewoon niet meer naar school. We doen het zelf wel lesgeven. Ja. Ik ken alles al heel goed. Geschiedenisles hebben we vandaag ook weer gehad. Nou, de kinderen vinden het nog even interessant om op de boot te kijken. Maar we lopen straks die kant op terug. Daar komen we vandaan. En daar gaan we zo meteen dat pad gaan we in. En als het goed is, kom ik dan iets dichter bij die tunnel van het kanaal. En dan kun je daar weer naar boven met het trappetje. Dus ben benieuwd, we laten ons weer verrassen. Scène 1. Ben ik toch maar een beetje zitten klaar? Scène 2. Scène 2. Ingrid, kom. Mama, je moet naar de boot toe. Scène 2. Mama, je staat. Ik denk dat ik het al weet. Oh, maar doe jij even muziekje? Wij doen even de achtergrond. Ja, hier. Oh, die is nog. En de laatste scène. Jack Sparrow. Parley. We're going to catch some. What are we going to catch? Go. We're going to catch some gold. Die moeten wij nog even doen. Sorry, nieuwsgierig. Oh, hou me vast. Nee. Hij filmt nog, hè? Ik ben niet goed, man. Oh, je bent echt niet goed. Ik wil er eigenlijk ook wel even in. Ik ook. Sorry. Want dan is die bodem dat je er niet op kan lopen. Zometeen is Mr. Crab. Net zoals toen met dat ding in de botten. Maar er kruipt er heel veel? Nee, er kraakt hier heel veel. Dan gaan we niet verder. Dat meurt ook. Dan gaan we niet verder. Oh, joh. Nee, het is heel weinig, het is heel kort. Het stinkt naar diesel. En inmiddels lopen we dus onderlangs terug. Langs het water zelf. Onderweg naar de tunnel. Kijken dat we daar ook nog wat van kunnen zien. Het is maar een tunnel, maar ik vind het wel indrukwekkend om te zien. Bij stilstaande dat hier dus schepen onderdoor vaarden. Vrachtschepen, noem het maar op. Hij is tot 2010 in gebruik geweest. Dit heb ik wel als het goed is, of niet? Ja. Er wordt niet meer gebruikt, hè? Ja, de deur is open. Kijk uit, houd je voor je voeten. Wat zit je de tunnel in? Wie durft er mee? Ik wel. Echo! Het is niks spannend, niks engs hoor. Ik vind het heel indrukwekkend. Thank you.
Nou, inmiddels weer terug naar boven aan het lopen. Maar ik weet niet hoe het met jullie zit, als kijkers. Maar ik vind dit altijd wel heel erg indrukwekkend, dit soort dingen. En eerst een keer wat anders. Leuk om te zien zo. Gisteren lig je nog aan het water. En zo loop je door een ondergronds kanaal. Ik hou ervan. Nou, dat was een keer heel wat anders zo, of niet jongens? Ja, inderdaad. Ja. Ik moet tegelijkertijd wel opletten waar ik loop, want ik verblind mezelf met de camera. Au. Maar goed, ik hoop dat het nog een beetje leuk in beeld was zo voor jullie. Een keer een hele andere vlog van ons. Deze extra korte vlog tussendoor. Het is namelijk al erg donker, dus ik weet niet of de beelden heel erg goed waren. Maar ik vond het heel interessant. Jullie ook jongens? Ja, ja, zeker. Ingrid? Ja, echt wel. Ja, wat leuk. Ja. Maar goed, we gaan weer een lekkere rustige nacht hier tegemoet. En morgen zetten we onze trip weer door. Waarheen? Dat weet niemand. Bestemming onbekend. Toestemming, of bestemming bedoel je? Ja. Bestemming onbekend. Oh, dat is zeker verkeerd. Bedankt voor het kijken. En we zien jullie graag weer bij onze volgende vlog. Tot de volgende! When we are together. En nog even dit, want we hebben vanavond wat te vieren. Zijn we misschien slechts 250, maar wij zijn er al blij mee. Want wat hebben we jongens? 250 abonnees! 250 abonnees op ons kanaal. Maar we kunnen natuurlijk nog veel meer gebruiken. Dus deel ook deze video weer met al jullie vrienden en bekenden. Geef het filmpje een like, laat een reactie onder. Wij vinden het allemaal leuk en wij delen graag deze mooie momenten die we hebben samen met jullie. Wij maken er nog even een feestje van om het te vieren. Dus we maken er een gezellig Frans avondje van. Wat mij betreft kunnen de Franse kaarsjes op tafel, stookbroodjes, wijntje of niet? Ja, wel. Ja. Nogmaals bedankt voor het kijken. Hoi hoi. Doei. When we are together, together in our motorhome, the beer.